We hebben hier een soort pergola op een scheidingsmuur. En dat zijn stalen balustertjes. Kijk, deze. En daar rust een ligger op. En daar komt weer een plankje op. Heel creatief. En dat begint kapot te gaan. Ja, nou, als ik dit nou wil vernieuwen, dan neem ik zo'n liggertje, ongeveer van deze maat. En dan sloop ik dat liggertje en dan maak ik een nieuw liggertje erop. Nou zie ik dat hier zit een naad. En dat hebben ze met een stalen stripje aan elkaar verbonden. En dat ga ik niet zo doen. Ik ga er echt een houtlas van maken. Dus het heeft qua krachten heeft het haast helemaal niks te houden. Dus het is alleen een verbinding. Dus ik ga hier gewoon een half houtlas maken. Om die lengte aan elkaar te verbinden. En die stalen verbindingstukjes aan de onderkant. Dat moet je dan goed schoonmaken. Want die is vol met roest. Dus ik hoop dat dat nog gaat lukken. Dat is het Achilleshiel van deze constructie. Stel dat dat niet meer gaat. Dan kan ik ook een gaatje boren. Dat ronde stalen balustertje gewoon in dat liggertje geboord wordt. Dat kan ook. Ik zaag hem gewoon af van dat platte stukje. En dan boor ik een gaatje. Ik leg hem erop. Maak ik een afdruk in het hout. En dan weet ik precies waar het gaatje komt. Boor een gaatje. En dan schuif ik hem overheen. Dus een gaatje die driekwart in dat liggertje geboord wordt. Ik denk dat ik dat doe. Ik neem de haakse slijptop. En ik zaag dat allemaal eraf. Dat is het makkelijkste om te slopen ook. Dat is de keuze die ik nu maak. En die dwarse balletjes, dat maak ik er gewoon later op maat een aantal keer. En die schuiven er zo overheen met een wat lijm. Dan blijft het zitten. Hoef ik niet eens te schroeven of te spijkeren. Ik denk dat dat nu ook los zit. Kijk, oh, dat zit met een spijkertje. Zie, dat hebben ze ooit met een spijkertje gedaan. Thank you.
heb die twee eerste stukken heb ik er nou aangemonteerd. Nou ga ik dat laatste stuk maken. En ik heb precies gemeten hoe lang die las is. Zodat ik die volgende las ook zo kan maken. En ik heb ook de laatste dwarshoutje heb ik gemeten tot hoe ver dat die komt. Tot het eind. En ze liggen 40 uit elkaar, dus dan kan ik daar weer doormeten. En hier beneden in de werkplaats kan ik dan die dwarslatjes alvast opmaken. En ik weet hier de lengte en de maat van de las. En die is in het midden, dus die ga ik er zo inzagen. Ik haal zomaar willekeurig ergens een lipje vanaf aan de een of de andere kant. Want ik heb nog niet bepaald wat de bovenkant is. Hij is vierkant. Ik heb hem twee keer door de cirkels aan gehaald. Dus. En nou wordt dat één. Even kijken. Die las wordt 67,5 mm. Ja, op de halve millimeter. Hè? Want ik wil eigenlijk geen naadjes hebben in die las. 67,5. Dat is dit. Kijk. Ga ik zo doen. Ik laat dit zien omdat ik ook het midden moet bepalen van die las. En ja, dan heel veel van die YouTube kanalen die laten dan zo'n houtje zien met twee deuveltjes erin en in het midden een potloodje en dan kan je hem zo erop drukken en dan het midden bepalen. Dat is natuurlijk wel erg leuk, maar zo'n extra stuk gereedschap die je dan hebt gecreëerd, die past op een beperkt aantal maten. En ik denk, we hebben al een stuk gereedschap wat daarvoor geschikt is en dat is het kruishout. Alleen moet je maar weten hoe je ermee om moet gaan. Dus dat laat ik nu even zien. Ik ga hier even dit omhalen. Ik doe het allemaal zonder mijn bril op. Dan moet ik er wel goed op letten. Ja, oké. Okay. Nou, je neemt dus ongeveer de helft. Huppakee. Ik doe dat heel willekeurig. Hij is hier over de helft heen. Of krap op de helft, dat maakt niet uit. Als ik namelijk hier een lijntje zet. En ik zet daar aan de andere kant ook een lijntje. Dan ontstaan hier twee lijntjes die precies het midden aangeven. Nou, dan kan je zeggen van ik wil toch één lijn hebben. Dan kan je hier met dat kruishout kan je dat midden precies hier pakken, dat het midden is. En dan, maar dat hoeft niet per se, want als je dit vrij correct doet. Kijk, nou heb ik zo en ik kan nog een keer zo doen. En dan zie je nog een verschil, maar dan kom je steeds dichter bij dat ding. Dus ik weet nou hoe ik moet zagen. Tussen deze twee lijntjes in kan ik gewoon zagen. Dat is exact het midden. Mijn schrijfhaak zat hier en ik zat daarnaast het potloodlijntje. Maar ik heb zo gemeten tot aan dat weer nou precies zagen. Dan moet hij op de potloodlijn gezaagd worden. Dan heb ik de maat die ik gemeten heb. Ik zeg dus niet dat je dat altijd zo moet doen. Want meestal laat je de potloodlijn staan en ga je ernaast zagen. Maar omdat ik zo gemeten heb dat ik mijn schrijfhaak zo gezet heb en ik heb hem zo gemeten. En komt hier dat potloodlijntje, dus is die maat mijn exacte maat waar ik tegenaan tik. En dat is het potloodlijntje. Dus ik moet er niet naast zagen, maar erop zagen. Ik doe dat even. De kleine tand gebruik ik voor dwars. En dan zie je dat dit het lijntje. Ik zaag de lijn weg, maar de zaag staat niet op het midden van die lijn. En dan kijk ik naar deze hoek als ik ga zagen. En als je niet helemaal zeker bent en je wil echt haak zijn, dan controleer je nu nog of dat goed gaat. Nou, dat is goed. En nou is dit een vrij grove constructie, dus dat loopt wel vol lijm. Dus ik wil daar niet zo. Maar, en nou kan je aan de voorkant het haakse lijntje naar beneden zien. Dus nu gaan we diagonaal zagen naar beneden.
Dus we letten vooral op dat hij goed naar beneden gericht staat. En hoe deze nou loopt, dat hebben we nu al. Dus daar hoeven we niet zo op te letten. Dus ik druk vooral op deze hoek dat hij hier naar beneden zakt. Nou is die diagonaal gezaagd en dan is die echt zo haaks en zo haaks. Nu zou je, omdat je die richting nou hebt, kan je gewoon doorzagen en in dit geval doe ik dat ook. Maar dan kan je hem ook omdraaien en van de andere kant ook nog een keer diagonaal. En als laatste dat puntje wat ontstaat in het midden, dit zaag je dan weer recht weg. Dan heb je hem echt helemaal exact. Maar ik vind dit voldoende, want hier komt het er niet zo verschrikkelijk op aan. Alleen die lengtemaat vond ik belangrijk. En of die nou ja, een beetje haaks, dat mag niet open blijven staan natuurlijk. En als hij hem dan heel losjes vasthoudt, en dan zoekt die zaag gewoon deze richting. Hier een gaatje in boren voor die deuvels. En nou, om dat nou precies in het midden te krijgen, denk ik, ja, hoe meet je dat? Dat is heel moeilijk. Maar je kan ook zeggen van, nou, ik leg mijn duimstok, dat is ongeveer de helft, en dan trek ik een lijntje en dan doe ik dat de andere kant precies hetzelfde. Even zo, dat ik het voor de camera kan laten zien. Zo, dan heb ik twee lijntjes en dan kan ik met mijn boor vrij exact schatten waar ik moet boren. Met het slopen heb ik ontdekt dat die dwarslatjes hier gaan verrotten. En ze hebben spijkers er doorheen geslagen om hem vast te zetten. Dus van bovenaf kan dat water hierin blijven staan in dat gaatje. En je ziet dat dit bovenkantje er krijgt het meeste te verduren. Daar blijft het water op staan. Dus wat heb ik nou gedaan? Ik heb een AZOB plank genomen en die is onverwoestbaar. En ik denk, als ik dat nou met een deuveltje zo erop maak, dan is dit afgesloten. En dan, ja, ik kan hier wel lijm tussen doen als ik hem zo erop leemt. Maar dan kan het voorlopig weer wat hebben. En nou heb ik hier een willekeurig gaatjes inboren voor die deuvels in die lange lat. Maar ja, onder de kolomboren gaat die niet. Dus ik heb er eentje genomen die ik heb doorgeboord. Helemaal. En die zet ik dan als mal erbovenop. En dan ga ik dan met de boor hier doorheen. Tot 2,5, 3 diep. En dan kijk dat. Dat gaat precies. Blijft natuurlijk vol lopen. En als het goed is, kijk. Maar ik moet hem natuurlijk ook zo kunnen doen. Zo.
beetje uit het midden. Kijk, nou wil die wel. Thank you.